Ah. Oh! Daar zijn we. Of niet? Welkom bij de derde Coolblues quarantaine livestream op Twitch. Met als backup mijn goede oude vrienden, de Gans en Five Nights at Freddy's. Het zijn namelijk geworden Goat Simulator en Doki Doki Literature Club. En ik heb ze beide nog nooit gespeeld. Dus het wordt tijd om Goat Simulator te spelen. En ik heb me laten vertellen dat het net GTA is. Uiteraard ga ik deze keer ook wat weggeven. En dan moet je in de chat zeggen dat ik een van de beste mensen ben in de existentie van deze wereld. En dan win je misschien wel een Sennheiser 370. Oei, wat is dit? Play. Oh! Oh! Ik heb geen flauw idee waar dit over gaat. Ik ben een geit. Wat is de bedoeling? Oké. Okay. Ik heb dus blijkbaar wel doelen. Hoe val ik om? Waarom val ik om? Shift is remmen. wat gebeurt hier? Hoe maak je een combo? Een combo? Ik ben een geit. Geiten maken geen combo's. Het is echt Tony Hawk. What up? Waarom? Oh! Wat is de bedoeling van dit spel? Ja, het is Goat Simulator. Wat vraag ik eigenlijk, hè? Aha! Ja, oké. Wat zijn de geit zijn wensen? Hoe bereik ik als geit de man? Oeh, een glijbaan. Nice. Kan een geit op een ladder? The answer is no. Ik heb wel het idee dat er iets mis is met zijn nek. Een klein beetje heb ik dat idee. 40 punten. Hier is benzine eigenlijk in Goat Town. Die power 1,37,9. Ja, dat is goedkoper dan Madhoek. Kijk nou, ik struikelde over een flesje. Wat is dit voor PUBG Physics? Gaat het, mevrouw? Je zal maar op je feestje zitten. En dan komt het feest. Dan ga je met de balmachine uit de lucht vallen. Blam. Hij is duidelijk not impressed by my balls. What up? I am your queen. Oeh, dit is... Oh, oh yeah! Oeh. I will make it rain goats from the sky and you will fear me. Voor zover je goed kan worden in het spel, begin ik wel beter te worden, heb ik het idee. Ja, je kan je afvragen, maar je gaat wel mee. Oeh, hij heeft het net zin. Voor zover je goed kan worden in het spel, begin ik wel beter te worden, heb ik het idee. Yes. Ik heb het idee dat ik een beetje de controle aan het verliezen ben. Ik had de beste soundtrack die ik ooit gehoord heb in een game. Ik heb het idee dat mijn demonic powers niet zo heel nuttig zijn. Heb ik het idee hoor. Maar gelukkig heb ik wel een bal geiten bij me. En dat is altijd goed om bij te hebben voor... Ik was helemaal in mijn element. Nou, kan ik niet... Wat is het? Just Cause? Wat ben ik? Een ballon? Ik ben er klaar mee. Ik snap het niet. Ik weet het niet. Ik ben een geit. Nee. This game is not suitable for children or people that are... Dit is toch gezellig? Is dit? Oké. Okay. Bla bla, er komt een meisje aan. Waar gaat dit naartoe? Ik weet het... Oké. Ik heb nog steeds het gevoel dat ik in de zijk word. Nou, maar dat maakt niet uit. Bla bla bla, gedichten, bla 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 bla, klik klikkie, bla 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 bla. Nee, oké. Nope. Duurt te lang. I can't handle it. Dark Deceptions. Enge geluiden. Mijn favoriet. Ik heb er niet al zin in. Waarom moet het zo hard ook? Oei. Jee. Oh, dit is gewoon niks voor mij. Hoe man. Wat? Wat? Waarom werd ik gepakt door Monkey Man precies? Ik was gewoon aan het rennen. En vervolgens... Stond hij opeens achter een muur. Maar hoe? Ho. Nee. Nee. Wat moet ik doen? Ik hoor iets. Weet je wat? Terug naar Five Nights at Freddy's.
Dat zijn mijn favoriete vrienden. Ik zet mijn camera weer neer. What up? Nee, nee, nee. Oh, nee. Nee, 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 nee. Ik wilde continue. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Beter heb ik het niet overschreven nu. Beter heb ik het nu niet overschreven. Oh, als ik het nu overschreven heb, word ik echt kwaad. No! Dat zijn mijn favoriete vrienden. Wat naar. Maar dat maakt niet uit. Want ik weet hoe het moet. Ik weet hoe het moet. Dat maakt niet uit. Ik ben een pro namelijk. In Five Nights at Freddy's. Volgens mij weet ik dat nu toch? Als ik dat geluidje hoor, hoor het geluidje nog een keer. Juist, dan zijn ze weg toch? Hier, ik weet gewoon hoe dit werkt. Ik ben ultra pro geworden joh. Mijn geluid niet? Andere geluid opgehouden. Dat is naar. Ja, dat dacht ik al. Dat dacht ik al. Peert hij hem nu? Peert hij hem nu? Of gaat hij me doodmaken? Gaat hij me doodmaken? Hij zegt. Ja, maar ik heb mijn masker op. Dus ik kan me niks maken. Niks aan de hand. Ik weet niet wat ik met hem moet doen. Wat moest ik met hem doen? Ook weer. Ik ben ultra pro geworden, joh. Ik weet het niet meer. Ik weet het niet meer. Ultra ik weet het niet meer. Oh, ik weet het niet meer. Ik weet het niet. Ik weet het. Ik weet gewoon. Ik wil niet zeggen de beste, maar wel. Ik bedoel, twee nachten op rij. Ik bedoel. Ik hoorde wel een vent. Ik hoor ook dat. Wat dus betekent dat hij in de buurt is. Dat is goed, dat betekent dit dat hij begint. Verdiende loon, denk ik. Ik was overconfident. Hier, skills, pro gamer moves, IQ over 9000. Wat is dat? Oh, hij zit me ooit! Hij heeft me sowieso, hè? Heeft hij me nou? Hij heeft me sowieso. Knippen, knippen hier, knippen hier, knippen hier, knippen hier. Tijd voor positief nieuws, want giveaways. Hoe doe ik het ook alweer? Hier, zeg even in de chat, Dylan is cool. En dan ben je eligible voor de giveaway. Wat geef ik weg? Hier, hebben we hem. De Sennheiser GSP 370. Dames, heren. Super gefeliciteerd met alle prijzen. Super bedankt dat jullie erbij waren. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien hoe ernstig ik mijn hart heb getortured deze sessie. Heb je nou nog suggesties, opmerkingen, vragen, toffe ideeën voor de volgende stream? Zet het dan even in een DM. Dus, bedankt voor het kijken. En check jullie de volgende keer weer. Doei!